In deze video geef ik je drie hele belangrijke tips die mij enorm hebben geholpen met het overwinnen van mijn angst- en paniekklachten. En nee, het zijn niet de dagelijkse tips die je al heel vaak hebt gehoord, zoals let op je ademhaling, ga lekker naar de psycholoog of let op je dieet. Nee, dit zijn de drie tips die mij echt hebben geholpen om uit mijn angst en paniek te komen, maar ook die alle mensen die hebben deelgenomen aan Vrijheid van Angst hebben geholpen om weer volop te kunnen genieten van het leven. En het stukje genieten, dat is ook natuurlijk wat jij wil bereiken. En ik hoop ook dat deze drie tips jou gaan helpen om dat te bereiken. Tip 1. Stressbronnen aanpakken. Weet je, angst- en paniekgevoelens kunnen door heel veel verschillende factoren zijn ontstaan. Maar dit zijn de drie belangrijkste factoren. De eerste is dat je bijvoorbeeld onder langdurige stress staat. Dit is wat meestal gebeurt. Ten tweede kan er een trauma zijn gebeurd waardoor je helemaal in de angstmodus komt. En ten derde kan er een negatieve ervaring zijn gebeurd. Nou, wanneer één van deze dingen zijn gebeurd, dan kan het zo zijn dat jouw lichaam in een soort angstmodus is komen te staan. En wat er dan gebeurt is dat je heel veel angstige wat-als-gedachten hebt. Je hebt misschien last van angstige gevoelens, symptomen, je bent onrustig. Misschien heb je hartkloppingen, een beetje duizelig. En dit zijn dan ook symptomen van de angst. Dus angst is ook echt een beetje die angstige wat-als-gedachten. Die je meteen voelt in je lichaam. Die symptomen, de hartkloppingen, die onrustige gevoelens, gewoon blech, somber. En indien je mij al langer kent en ook al wat meer van mijn video's hebt gekeken, dan weet je inmiddels wel dat ik ook praat over je stressemmertje. En ik heb hem ook altijd lekker bij me staan. Maar deze keer heb ik er wel wat uit gedronken, waardoor die leeg is. Maar toch ga ik je even het verhaal van de stressemmer uitleggen. Want ieder mens op aarde heeft een eigen stressemmertje. En wat er bij jou zou kunnen zijn gebeurd, is dat je of misschien een trauma hebt meegemaakt, waardoor die emmer in één keer een heel stukje voller is komen te staan. Maar het kan ook zo dat je onder langdurige stress hebt gestaan, of een negatieve ervaring hebt meegemaakt, zoals misschien drugsgebruik of pesten, noem het maar op. Of misschien omdat je heel vaak over je eigen grenzen bent gegaan. Wat zou er kunnen zijn gebeurd dat jouw stressemmertje wat voller is komen te gaan zitten? Want wat er gebeurt als jouw emmertje vol zit, als er dan ook maar een klein beetje gebeurt aan angstige gedachten of een gevoel of noem het maar op, dan heb je meteen angst. De emmer overstroomt heel snel wanneer die helemaal vol zit. En dat is eigenlijk wel goed nieuws, want een volle emmer, die kan je leren om te legen. En dat is ook altijd hoe je herstelt van angst. Ik ken ook oprecht geen andere manier om je angst te overwinnen dan het legen van die stressemmer. En dat is juist super fijn om te weten, want een emmer die heel vol zit, die kan je ook weer legen. Wanneer jij dus niet langer gelooft in je herstel van angst of paniek, weet dan dat je eigenlijk gewoon een te volle emmer hebt. En dat is heel geruststellend, want een te volle emmer kan je dus gewoon legen. En dat is ook de route die jij moet gaan lopen om te herstellen van angst en paniek. Ga die emmer legen. Dat is wat super belangrijk is en wat mij enorm heeft geholpen om mijn angst en paniek te overwinnen. Want ik heb zoveel geprobeerd. Ademhalingsoefeningen, yoga, mijn dieet, psycholoog, EMDR. Echt, de lijst ging maar door en na een tijdje dacht ik echt van weet je, dit is gewoon wie ik ben. Ik begrijp niet meer wat ik moet doen. Is dit de rest van mijn leven? Sorry voor deze ramble, maar het zit soms eventjes heel hoog. Omdat ik het zo goed nog kan voorstellen hoe verwarrend het is. Als je gewoon niet weet wat er met je lichaam gebeurt, wat je moet doen, wat je niet moet doen. Het kan soms echt eventjes te veel worden. Maar nu weet ik dat het legen van de emmer de manier is om je angst en paniek te overwinnen. Onthoud dat ook en houd het in je achterhoofd. En het feit dat je een volle emmer hebt en die gewoon kan legen, is dus een hartstikke goed teken. Want dat betekent dat jij gewoon je angst en paniekklachten kan overwinnen. En de volgende tip gaat je ook echt super goed helpen. Afgelopen week had ik een coaching sessie met iemand in Vrijheid van Angst. En toen hadden we het over de stressemmer. Toen zei ze dus het volgende. Even kijken, ik heb het opgeschreven. Wouter, ik zie nu overal het stressemmertje terug. Ik ga voortaan meer voor mezelf kiezen, pak de stressbronnen aan in mijn leven en bewaak de randen van het emmertje. Wauw. Wat er dus bij haar was gebeurd, was dat ze zich heel erg bewust werd van welke factoren in de buitenwereld zorgden voor heel veel stress. Toen begon ze de randen van haar stressemmertje te bewaken. En dit zorgde ervoor dat haar eigen stressemmertje zich langzaam kon legen en het niet steeds werd bijgevuld met allerlei bronnen van stress. En hierna lukte het haar ook om steeds meer voor zichzelf te kiezen, haar eigen grenzen te bewaken en daardoor kon de emmer een stukje leger worden. En dat zorgde voor heel veel meer rust in haar leven. En als je meer wil leren over de stressemmer en hoe je die stressemmer kan legen, dan raad ik je aan om je aan te melden voor de gratis training in de beschrijving van deze video, waarin we wat meer gaan stilstaan bij de stressemmer en allerlei belangrijke tips om jouw angst- en paniekgevoelens te overwinnen. Maar ik heb natuurlijk ook een tweede tip en die ga ik nu met je delen. Tip 2. Neem je reactie onder de loep. Het tweede advies dat mij enorm heeft geholpen om mijn angst- en paniekgevoelens te overwinnen, is dat ik een heel stuk beter had moeten reageren op mijn angst- en paniekgevoelens. Mijn gevoelens, mijn gedachten, maar ook
de symptomen die ik voelde. Nou, wellicht klinkt dit hartstikke vaag en denk je van ja, leuk, ik weet niet wat ik ermee moet doen. Maar laat me je dit even heel goed uitleggen. De afgelopen jaren heb ik heel veel mensen één op één, maar ook zelfstandig mogen helpen in vrijheid van angst. En wat al deze mensen met elkaar gemeen hadden, was het volgende. Iedereen, 100% van alle mensen die deelnamen aan vrijheid van angst, die reageerden niet goed op hun angstige gedachtes, hun gevoelens, maar ook hun angstige symptomen. En dit was ook de fout die ik jarenlang maakte. Echt iedere keer als ik een angstige gedachte, een gevoel of een symptoom had, reageerde ik gewoon niet goed. Ik deed het echt niet goed. En hierdoor kon ik ook niet herstellen. Ik probeerde er echt alles aan te doen om te herstellen. Yoga, meditatie, MDR, psycholoog, A, B, C, D, E. Alles wat mensen me hadden aanbevolen. Ik probeerde het, maar die angst was zo hardnekkig en ik kwam er gewoon niet vanaf. En het was echt slopend om daarmee te worstelen, kan ik je vertellen. Maar wat ik me toen realiseerde, was het volgende. En dit is wat ik las ergens online, ergens op het internet. Ik raad je aan om nooit te googlen, maar ik deed het toen wel. En toen kwam ik het volgende advies tegen. In je reactie ligt je herstel. En ja, daar begreep ik dus helemaal niets van. Het voelde voor mij alsof ik de derde wereldoorlog was begonnen met mijn angst. Ik had alles geprobeerd, alles uit de kast gehaald, professionals geraadpleegd. En dan kom je met een advies. In je reactie ligt je herstel. Zou dit dan wel moeten werken? Serieus? Maar ja, ik pakte natuurlijk alles aan wat ik kon, want ik wilde niet de komende 30, 40 jaar met angst worstelen. En wonderbaarlijk genoeg, na 2 maanden oefenen met dit advies, had ik bijna geen angst meer. En voordat je denkt van ja, superleuk Wouter, dat heeft voor jou gewerkt, maar dit gaat niet voor mij werken. Ik ga je nu even wat resultaten laten zien van allerlei mensen die hebben deelgenomen aan vrijheid van angst. En die ook deze methode hebben toegepast. Het goed reageren. Deze persoon, deze persoon, deze persoon. En de lijst gaat maar door. Echt waar, in je reactie ligt je herstel. En dit is de sleutel naar herstellen van angst. Ja, yoga is fijn. Ja, al die andere dingen zijn fijn. Maar de sleutel naar herstel is die emmer legen en goed reageren. En dan vraag je af, oké, top. Ik denk dat ik ook moet gaan leren hoe ik dus goed ga reageren. Maar hoe reageer ik dan goed? Ik moet je wel vertellen dat in vrijheid van angst we 7 volle weken stilstaan bij hoe je goed moet reageren middels de GHB-reactie. Groeten. Accepteren en toelaten en het besluiten. Maar ik wil je wel alvast een praktisch advies geven om meteen mee aan de slag te gaan. Laat de angst er zijn, zonder er iets mee te doen. Weet je wat zowel ik als alle deelnemers van Vrijheid van Angst voorheen deden als we last hadden van angst? We probeerden er alles aan te doen om er vanaf te komen. Maar dit geeft het volgende signaal aan je brein. Tip 3. Laat de angst toe. Even een voorbeeldje van hoe ik reageerde op het moment dat ik zelf angst had. Nou, iedere keer als ik een angstig gevoel had, toen zei ik het volgende. Oh nee, niet weer. Waarom voel ik me alweer angstig? Wat is dit voor stom, vervelend symptoom? Ik moet echt eventjes rustig worden. Wouter, wordt rustig. Waarom gaat het niet weg? Dit was hoe ik altijd reageerde op de angst. En dan is mijn vraag aan jou. Welk signaal geef je hierdoor aan je angst? Juist, je brein gaat het volgende denken. Wouter heeft angstige gevoelens en hij doet er alles aan om er vanaf te komen. Dit betekent vast dat de angstige gevoelens iets zijn om me druk over te maken. Ik zal ervoor zorgen dat ik Wouter de volgende keer nog eerder waarschuw en de angst intenser maak als dit opnieuw voorkomt. Allemaal om Wouter te beschermen, want dan doe ik mijn taak goed. En dat is juist niet wat we willen bereiken. Totaal niet, het tegenovergestelde. We willen juist dat de angst denkt van, hey, er gebeurt eigenlijk niks. Nou, de volgende keer hoef ik Wouter niet zo snel te waarschuwen. En die angst hoef ik ook iets minder intens te maken. Dat is wat we willen bereiken. En hoe je dat bereikt is door te leren hoe je goed reageert op het moment dat je een angstige gedachte, een angstig gevoel of een angstig symptoom hebt. En de kern hiervan is het er laten zijn. Laat die angst maar zien dat er niks aan de hand is. Laat het er maar zien. Bewijs het er maar. Laat het er maar zien. Laat het er maar zien dat er niks aan de hand is. Want na een tijdje heeft hij zoveel bewijs dat hij steeds meer naar de achtergrond gaat. En dat is ook de kern van het goed reageren middels de GHB-reactie. Maar dit is in ieder geval een beetje de kern van wat het inhoudt. Dus mijn vraag aan jou, probeer eens te oefenen met de adviezen uit deze video de komende tijd. En weet je, natuurlijk hoop ik dat ik ook jou mag helpen met vrijheid van angst. Waar we gewoon 7 weken lang stilstaan bij, oké, hoe moet je goed reageren? Hoe leeg ik de stressemmer? Hoe ga ik ervoor zorgen dat ik zo snel mogelijk weer kan genieten van het leven en die vrijheid terug heb, het zelfvertrouwen en het vertrouwen weer in mijn lichaam terugvind. Maar natuurlijk kan het ook hartstikke spannend zijn om zomaar ergens aan deel te nemen, wat ik natuurlijk ook begrijp. Je hebt al heel veel dingen geprobeerd. Misschien is het nog niet het juiste moment. Maar dan hoop ik in ieder geval al dat deze video jou enorm gaat helpen om je angst en paniek in ieder geval een stukje te verminderen. Maar ook dat je al de juiste stapjes de goede richting in zet. Laat die andere adviezen los. Focus op het legen van de emmer, maar ook hoe je goed gaat reageren. Laat het er zijn en laat die angst maar zien dat er niks aan de hand is.
Jij bent zoveel sterker dan je denkt, dus laat het er maar zien. Dan wens ik jou heel veel succes en vergeet niet deze video te kijken, waarin ik je uitleg hoe ik mijn angst heb overwonnen zonder medicatie. Dankjewel voor het kijken en ik zie je daar.